Geweldig. Bangelijk werk. Echt waar, bangelijk werk. Echt in één woord geweldig. Het was een topper. Het was een topper. Jap, dap, doe. Oh, bangelijk, jong. Komt gewoon van de grond soms. En gooien. Oh ja. Shredden. Oh, is hij. Ballas, hè. Mooi. Ziet dat ook mooi aangelegd. Kleine special voor degenen die willen. Langs links. Oh man, dat was een diepe val. Dag allemaal. Vandaag is de laatste lus van de Countouts Heiden aan de beurt. De blauwe lus. Dat was eigenlijk de enige dat ik nog niet had gedaan. Paarse had ik ooit eerst gedaan. Dan had ik de groene gedaan. Uiteindelijk heb ik recentelijk nog de rode gereviewd. Staartse Heiden. En nu zijn we eigenlijk op de meest recente aangekomen. De blauwe. Hij noemt ook de Volksabdij. Nu, ik moet zeggen, een paar maanden geleden was ik hier. Lag je me nog redelijk hobbelig bij. Maar op een of andere manier hebben ze er enorm hard aan gewerkt. Of heeft de natuur zijn werk gedaan. Het feit dat de mountainbikers erover hebben gereden. Want juist tijdens mijn opwarmingsrondje zag ik dat hem er eigenlijk al een stuk flowier bij ligt. We gaan hem nog eens doen. Let's go. En we zijn vertrokken. Al direct klein klimmetje. En gaan. Oh, deze is ineens eigenlijk het tofste stuk om mee te beginnen. Toch een van de tofste stukken. Oh my. Goed die banden laten bijten aan de zijkant. Hop, en het sprongetje erbij. Ik wil zeggen, het is een tijdje droog geweest. Dus juist tijdens de opwarming merkte ik wel dat er stukken bij zijn die daar vrij droog liggen. Dus in sommige kombochten is het wel een kwestie van goed te scannen en te zien hoe diep je hem kunt leggen. Want anders zal hij wel beslissen voor u hoe diep je gaat liggen. En dat willen we ook niet. Maar ja, deze is echt wel een fijn en lang stukje single track. Echt om van te snoepen. Mooi bos ook. Voilà, daar geleden al wat. Ook weer gezellig naar boven, naar beneden. Ja, op zich een heel mooi bos. Ook voor te wandelen. Dus, ook al ben je geen fietser, zeker eens komen ontdekken. Ook wel fijne wandelroutes, als ik me niet vergis. Oh, bangelijk, jong. Je komt gewoon van de grond soms. Zonder dat je het wilt. Oh, ha. Oh, la 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 la. Maar man, deze is wel shredden. Deze is wel shredden. Gooien, rijden, rijden, gooien. Mijn man, heerlijk. Ik voel ook aan dat ik de juiste bandendruk heb steken. Ik moet eerlijk zeggen, hoog is hem niet. Zeker niet. Ik denk dat ik momenteel maar op 1,4 vooraan sta. 1,5 achteraan. Dus, goeie tip voor wie dat hier ook komt rijden. En iets minder dan 70 kilo weegt. Droog aan de naak. Goeie bandendruk. In principe is lager nog wel mogelijk. Met tubeless banden. Maar ik moet wat opletten, want ik heb gemerkt dat mijn achterband al niet meer in de al te beste staat is. Dus toch nog een klein beetje weerstand houden. Voor eventuele wortels. Die dat ik niet kan ontwijken. Hopla. Oversteken. En gooien. Oh ja, het is ook zo, als je snel bochten wilt nemen, nu niet dat ik mij wil profileren als de man dat alles weet, maar je voelt ook echt, als je die fiets plat legt, dat hij ook in een bocht valt. Hij stuurt niet alleen beter, maar hij stuurt precies ook een beetje uit zichzelf. En dat is wel een ongelooflijke meerwaarde voor je vertrouwen. Want ja, naast de kijktechniek, waarbij je goed altijd aan de binnenkant van een bocht moet zien en vooral ook aan de binnenkant van het uitkomen van een bocht, is het zeker een meerwaarde dat je ook in een bocht zo geen momentjes hebt die dat eventueel schrik opbouwen. Geen onverwachte glijmomentjes. En met je fiets goed plat te leggen en die topjes te gebruiken aan de zijkant van je band, heb je echt wel
22% meer vertrouwen als dat je gewoon je fiets statisch onder je houdt en een bocht pakt. Nu is hier een stukje singletrack dat eigenlijk heel de tijd parallel loopt met een hoofdweg hier links naast. Dat is ook een hoofdweg die gewoon doorloopt naar Toosten en uitkomt op de Putse Steenweg tussen Putten, België, Nederland en Hoge Rijden. Dus qua bereikbaarheid kun je ofwel naar Ossendrecht komen en een auto afladen of je kunt op de Putse Steenweg parkeren. Dat laat ik over. Maar als je via de autosnelweg komt van richting Antwerpen naar hier, ja, dan is uiteindelijk parkeren in Ossendrecht wel het makkelijkste, denk ik. Oh jongens, deze is toch genieten. Heerlijk. Goed je pace erin houden. Af en toe een taxje koppen met een helm. Niet de bedoeling, maar bon. Zo zal het hangen. Ik let vooral op de grond. En dan gewoon echt shredden. Heerlijk. Deze is toch het ultieme gevoel van vrijheid. En een hartslag denkt dat ook. Ja, dat was een sprongetje. Er strak in de opwarming heb ik niet eens echt gesprongen. Maar ik sloeg hem zo dood in de landing dat ik dacht, nee, daar moeten we overpompen. Kwestie van de pace erin te houden, want als je hem doodslaagt in de landing en gewoon niet meer vooruit, dat is ook alleen maar vermoeiend. Hè. En heeft verder geen toegevoegde waarde. Mama, hier is hard gewerkt, dat zie je. Ze hebben hier veel bekjes bijgegraven om bij regenweer het water te kunnen afvoeren. En zoveel waarde volgens mij. 2-3 maanden geleden nog niet. Amai. Ik krijg zo warm een droge mond van. Deze is ook een gevaarlijke. Redelijk wel op zand. Fietsje goed leggen. Controleren en leggen. Anders kan je wel eens wegschuiven vooraan. Oké, even een verbindingstukje. Niet het meest sexy deel van de lus, maar we moeten erover. Oké, hier is een bordje. Goed opletten. Hier moeten we rechts. Het is niet ondergroeid ofzo, maar je zit al wel een lang stukje om dat verbindingstuk aan te rijden en de concentratie wat fate zou het missen. Dat willen we niet. Oké, als ik me niet vergis, moeten we nu rechtsaf. En je moet opletten, want het is niet direct terug links. Dat lijkt wel zo, maar dat is de gele verbindingsroute. Wij moeten even 50 of 100 meters verder en dan pas links in. Initieel maakte ik daar zelf wel eens fouten tegen. Maar ik heb gezien dat ze een bordje hebben bijgezet om duidelijk te maken. Oké, hier links in. Opgepast. Dit is een heel donker stuk. Dat geeft het ook wel een extra dimensie. Je hebt zo van die open stukken bos. Je hebt van die gesloten stukken bos als dit. Oh my. Oh my, dat is hier donker. Als dat maar een beetje kwaliteit is qua beeld. Deze is echt wel piekje donker. Hoop ik voor jullie niet. Ja, het wordt al beter hier. Veel beter. Ah, linksaf. Immer naar links. En dan immer geradeaus. Oh, is hij, voilà. Mooi. Beetje volgelegd met stronken. We rijden dus ook gewoon zo over. Hè. Allee, met een harde band. Oh, ja, ja, die kunnen we even leggen. Mooi. Dat zijn zo de fijne extra's die ik echt kan appreciëren. Vrij te kiezen of je ze pakt of niet. Maar als je ze pakt, heb je er plezier wel van. Hopla, 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 pompen. Oeh, terug naar boven.
Er was nog iemand. Wij moeten rechtdoor. Ah ja, links-rechts. Dat is de verbindingsbus als ik me niet vergis. Hop, dan kan je weer als kronken in de beek. Mooi, mooi, mooi. Wordt erg geapprecieerd. Heren bouwers. Van de kant uit. Her. Oh, daar alweer. Ziet dat hoe mooi aangelegd. Leuk. Echt genieten. En nog eens. Hopla, ook weer al goed aangelegd. Dat is wel ideaal. Dan is die een diepe putter zo wat uit van die beek. Dat is wel goed. We moeten niet te diep pompen. Verraderlijk hier, goed oppassen. Het is ineens helemaal rechts draaien. Weer zo'n donker stuk bos. Goed links houden. En dan terug even op het verbindingstuk. Gelijk weer de single track in. Dus ja, hier kun je echt je single track hartje ophalen. Spreekt voor zich. Hoort ook gewoon aan mijn adem. Kunnen niet rustig op rijden. Allee, of ik het toch niet. Ja, het probleem heb ik wel eens meer dat ik niet rustig kan rijden. Hopla. Verre cup. Afleggen naar rechts. Even breed pakken, anders halen we een bocht misschien niet. Voilà, wortels. Op te passen. Hopla. Naar beneden. Ja. Het is ook wel boodschap om in die scherpe bochten goed vooruit te kijken. Dat je echt goed kunt inschatten welke snelheid je kunt houden. Want dat je dat zo lekker kunt laten flowen en de snelheid er kunt inhouden, dat geeft wel moed. Je is ook getrapt, wij niet dood aan. Ja, ik zeg het. Staartse heide, de rode, dat is er een. En dat zijn eigen ieder type heeft met relatief flauwe of lange bochten. Heel leuk, hoge snelheid. Deze is dan eigenlijk nog technischer. Met scherpere bochten. Heel leuk op een andere manier. En ik had al aangegeven dat eigenlijk de staartse heide mijn favoriet is. Maar nu dat ik hier terug ben, moet ik eerlijk zeggen, dat hem zo goed ligt, dat gewoon dat de staartse heide evenaart. Ze allebei eigenlijk op hun eigen manier geweldig zijn om te shredden. Hier hebben ook zo veel minder lange verbindingstukken. Als bijvoorbeeld bij de paarse en de groene, dat is eigenlijk één grote rechthoek dat je rijdt. Met natuurlijk wel variatie erin gebracht, maar toch, ik heb zo niet het gevoel dat je aan het verdwalen bent in het bos door gewoon de bordjes te volgen. En dat geeft zo wel een extra dimensie, dat geeft zo wel een avonturiersgevoel. Dat is echt wel fijn. Wow, amai. Goed oppassen met die wortels, hè. Drop or not? Maar wel voor jullie droppen we hem. En is droppen links? Denk het wel. Ja, hier is een drop. Oh ja, dat god, hè. Dat was niet te zot. Hopla. Voilà, zo hebben jullie hem allebei gezien, hè. Mooi, mooi, mooi. Heerlijk. Oké. Links in. Beetje pompen. De ervaring met pumptrack in schoten gewoon wat meepakken. Lekker, lekker, lekker. En verder shredden. Amai, ja, beet even. Oh, lekker. Heerlijk. Kleine special voor degenen die willen. Langs links. Ho. Beetje airtime. Ah, hier komt ook een goed stuk. Maar ja, heb ik precies nog al gezegd vandaag. Oh, jongen, jongen. Dat downhill gevoel is hier echt aanwezig. Wow. We droppen hem, jongens. Oh man, dat was een diepe val. Die voelde ik wat in de polsen. Maar niet verkeerd. Hiha. Jongens, jongens, jongens. Hoe plezant is deze?
Linksin bordje niet missen. Ja, ja. Deze is echt een stuk waar ik mij nooit kan inhouden. Hè. Als ik hier met vrienden ga rijden, dan halen ze mij hier. I'm so lonely, Mr. Lonely. I have no body for my own. Oh, die zangkunsten. Niet om over naar huis te schrijven. Oh, oh. Voilà. Is daar een krampje aan het komen? Oh, maar dat was even duwen. Ik moet terugschakelen. Kruising met ruiters. Vandaag niet. Geen ruiters. Amai, ik voelde hem van achter gewoon zitten. Ja, soms pak ik hem toch nog niet goed in de kom. En dan glijden wel wat. Je moet echt zo dat vertrouwen leren. Of hebben. Om je goed op je zijkant te positioneren en dan plat te leggen. Maar soms ben ik zelf nog te conservatief. En stuur ik hem te vroeg in. Waardoor dat hem glijdt. En dat je als tegenovergestelde doet. Van vertrouwen opbouwen. Dat is goed. Kijk, hè. Goed, goed. Heel goed. Heb je gezien? Oeh, jakjes. Oh, la la la. Dat hebben we niet gezien. Dat hebben we niet gezien. Zie, de bocht pakte ik zo snel dat ik dacht van het is voorbij, het is in orde. Ging ik er gewoon op het einde los uit. Omwille van die snelheid. Ja, ik zeg het. Het vereist oefening. Een beetje durf. Een beetje techniek. Je fiets kennen. Parcours kennen. Dat je weet hoe scherp dat het ligt. Maar leuk, leuk, leuk. Oh. Ja. Maar je kunt wel goed oefenen het positioneren van je wiel. Voilà. We zijn rond. Jab, dab, doe. Oh. Voilà, die zit erop. Ja, het is ook weer zo een waar ik totaal niet rustig op kan rijden. Hè. Hij ligt er echt, echt, echt geweldig bij. Om de bouwers, als ze dit zien, bangelijk werk. Echt waar, bangelijk werk. Eigenlijk is het mijn favoriet geworden. Oorspronkelijk was het Staartse Heide dan, maar ik moet echt eerlijk zeggen, ik hou wel van die korte, venijnige, scherpe bochtjes waar je dan toch moet proberen voor die snelheid erin te houden. Geweldig, echt in één woord geweldig. Het is er ook zo weinig, je leert er ook heel goed op rijden, hè? Zoals dat ik er juist de hele tijd aangaf. Zwaartepunt leggen, waar je een band ergens moet zetten in de kombocht. Je moet rekening houden met wat los zand hier en daar. Elke bocht is anders. Je bent naar boven aan het gaan, naar beneden aan het gaan, je bent aan het schakelen. Af en toe kun je springen. Je kunt dan ook nog kiezen, drop or not. Hij heeft echt alles, vind ik. Ook wel wat hoogteverschillen en zo. Nee, het was een topper. Het was een topper. Ik ben er eigenlijk nog altijd van buiten adem eigenlijk. Ik heb precies te lang moeten wachten met de review te doen. Maar zwart, geef maar mee dat ik ervan genoten heb. Dat ik waarschijnlijk nog een rondje ga doen. Gewoon omdat het zo top was. Goed, vonden jullie deze een leuke video? Geef hem zeker een likesje. Abonneer je op het kanaal als je dat al niet gedaan hebt. Dikke merci ervoor. Hebt u nog tips, tricks of eventueel andere trails die ik hier in de buurt zeker een keer moet gaan rijden? Zet ze in de comments hieronder. Dan probeer ik er werk te maken. En vooral, tot de volgende keer. Salutjes, hè. Dag.